Hebben jullie ook soms het gevoel dat de vakantie zo snel voorbij gaat? Wel, ik niet. Sorry, het is maar een grapje, oké? Rustig, doe rustig! Dag mensen en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Ik ben dus eindelijk weer terug op dit kanaal na een paar weken afwezig te zijn. Hier ben ik dan. Ja. En in deze video ga ik uitleggen over iets wat ik heb gedaan in de weken dat ik afwezig was. Maar dat ga ik nog pas zelf zeggen, hoewel het eigenlijk al in de titel zal staan, dus weten jullie dat. Ja, in deze video ga ik het hebben over mijn 10 dagen dat ik op kamp ben geweest. In de maand juli ben ik 10 dagen op kamp geweest met Kazoo. Kazoo, dat is zoiets van de christelijke mutualiteit. Want ja, natuurlijk, ik ben heel christelijk. Maar voor de mensen die dat niet kennen, dat is zo'n organisatie waarmee iedere jongere op vakantie mee kan gaan. En dan leert hij weer nieuwe mensen kennen en dan heeft hij plezier. Net zoals ik. Dus ja, dit is geen reclamefilmpje, dit is gewoon een filmpje over mijn vakantie, oké? Daar ga ik het gewoon in deze video over hebben, over die 10 dagen dat ik op kamp was. Oké, dit is dus een foto van de hele groep. En die jongen daar met zijn handen omhoog en zijn wit t-shirt, dat ben ik. Ja, kijk maar goed. Ah ja, ja, dat ben ik. Voor ik op vakantie ging, kende ik totaal niemand van die mensen. Kutmensen. Nee, dat is niet waar. Het waren gewoon allemaal super toffe mensen. Gelukkig. De eerste dag, dat was eigenlijk, wij moesten dus verzamelen in Hasselt, in Diepenbeek. En dan moesten we allemaal op de bus stappen. Je komt daaraan, je ziet al die mensen en je hebt zo'n idee van, oei, wat is dat hier? Moet je echt met duw op vakantie? Het geel met mij op vakantie of wat? Er is wel knop. Love is in the air. En ik heb nog niet eens gezegd waar wij naartoe gingen. Die camping, dat was dus in Spanje, was zo'n surfkamp. En ja, ik weet niet waarom ik daarvoor heb gekozen, maar soms moet je keuzes maken in je leven die je van je normale gang van zaken afwenden. Ja. En dan moesten we dus in de bus gaan zitten. Eigenlijk in totaal kende ik niemand, behalve dan één persoon, Niels, en dan was ik dan langs gaan zitten. Maar ja, wij moesten dus 6 uur rijden in die bus. Nee, 16 uur rijden in die bus. Dat wil zeggen, wij vertrokken om 4 uur en wij kwamen de volgende dag pas aan. Dus moesten wij slapen in een bus. Ja, ik ben 1,87 meter. Slapen in een bus? Nee, dat is niet zo gemakkelijk. En dan groei ik nog, dus ik vraag me af hoe dat later gaat zijn. Oh god, waar begin ik al? De volgende dag kwamen wij dus aan in de ochtend. Bijna niemand had te goed kunnen slapen. Ik had ook maar 5 uur geslapen, want in een bus, ja, daar slaapt gewoon niemand te goed. Dat was dus een camping. Er zaten ook nog andere soort campings. Er zat sport daar. Dan wij van Kazoo en ook Kazoo van Wallonië. Daarover, over Kazoo van Wallonië, moet ik straks ook nog iets vertellen. Dat is helemaal op het laatste gebeurd. Blijf dan gewoon maar kijken. Het is een geval apart. Dit was dan een foto van mijn tent. Ik weet niet waarom ik dit laat zien. Ja, dit was mijn tent. Daar sliep hij dus met 4 in. En dus ik en nog 3 anderen. En die jongens wil jullie natuurlijk ook zien. Wel, dat was Jasper, Stijn en Niels. Van links naar rechts zo gekeken. Dus dit waren mijn tentgenootjes, mijn buddies in mijn bedroom, mijn slaapkamervriendjes. Ja, gewoon mijn medetentverblijfmensen. Zo. En zoals ik al eerder had gezegd, was ik dus op een surfkamp gegaan. En natuurlijk, als je op surfkamp gaat, dan is de bedoeling dat je ongeveer gaat leren surfen. Dus als je ging surfen, dan moest je zo'n heel strak pak aandoen, waarbij al je lichaamsdeel zo tegen je op werden gedrukt. En dat voelde gewoon al onnatuurlijk. Maar de bedoeling daarvan, van zo'n pak, was dat je het niet zo koud hebt in het water. Ja, bij mij werken zo'n pakken precies niet, want ik zat in het water en ik had het de hele tijd koud. Ik kon niet tegen dat water, dat was koud. Dat zat toch eens opwarmen, verdomme die kutzee. Op de andere oceaan, warm, wop, domme. En dan was zo die eerste les van surfen aangebroken. En dan dacht je van, yes, vandaag ga ik al kunnen surfen. Nee, het enige wat we mochten doen was op onze buik, op die plank gaan liggen. En zo naar het strand glijden. Yes, zo extreem. En we kregen daar natuurlijk ook altijd eten. En ik heb het gevoel dat ik na de vakantie 2 kilo of zo ben bijgekomen. Dat is ook een wonder van mij, want ik ben al zo dun als iets. En toch kom ik bij. Yes, cool. We hebben de surfles gekregen, maar ja, dat was altijd maar 2 uur. En ik ben daar 10 dagen of iets minder op vakantie geweest. Dus we moesten natuurlijk ook andere dingen doen. En dan hebben we ook bijvoorbeeld spelletjes gespeeld. Heel veel spelletjes, maar om die spelletjes allemaal te vertellen, dat heeft toch geen zin. Want ja, daar hebben jullie toch niks aan. Maar dan zijn er nog een paar spectaculaire grote activiteiten die we hebben gedaan. Zoals bijvoorbeeld canyoning.
Ik weet niet of jullie canyoning kennen. Dan krijg je zo een pagga en dan moet je dus zo rots en moet je van rotsen springen en zo. Het is eigenlijk heel spectaculair om eens meegemaakt te hebben. Dus ja, dat had ik ook gedaan. Maar zoals je op de foto ziet, kreeg je bij canyoning ook zo'n strak pagga. En eigenlijk zo'n strakke pakken zijn eigenlijk wel super chic. Want ja, niet omdat ze zo strak zijn, maar als je in het water ging, dan werd je zo onmiddellijk bloep naar boven gezogen en dan dreef je daar zo. Dus wat deden wij? Op een bepaald moment zaten ik en nog een paar anderen gewoon in het water zo te drijven. En ja, ik voelde mij wel even de zeester. En dan nog een andere soort activiteit wat er was, dat was bijvoorbeeld longboarden. Maar ik heb nog nooit in mijn leven geskate, dus ik ging natuurlijk bij beginners. En ze zei daarom ook van, ja dat gaat redelijk goed. Jij mag met hem en 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 hem. Ja, jij mag met hun naar de hogere groep, naar de gevorderde. Dus ja, ik van, oké. En dan komt ze eraan bij de gevorderde. Ik zeg, ik heb nog nooit geskate. Ik wist niet eens hoe ik moest sturen. Zegt die man, ja jullie mogen daar vanaf gaan. Was dat zo'n hele heuvel naar boven wandelen? En dan stonden we daar, ja. Oké, nu mogen wij dus naar beneden gaan. Ik zweer u, ik ga hier flikkeren, dacht ik. Want daar was prikkeldraad aan de ene kant, muur aan de andere kant. Dat was dus gewoon mijn engste levenservaring die ik ooit heb gehad. Want dat bord dat begon de hele tijd te trillen. Ik weet niet of dat normaal is. Maar ja, ik kon daar niks van, dus dat was voor mij gewoon complete waanzin. De hele vakantie zijn we dan zo'n beetje bezig geweest. Met spelletjes spelen, surfen, andere activiteiten, eten, spreken. Ja, ik weet wat ik bedoel. Maar dan de laatste avond was dan een soort vuif. En dat was dan ook met die mensen van Sporta en ook met die mensen van Kazoo Wallonië. En nu gaat het dus komen wat ik daar straks zei. Dit was gewoon zo'n kleine vuif met die drie kampen samen. Maar dus, wij mochten daar geen alcohol drinken. Oh, dat is cool. Wij mochten alleen cola. Ja, lekker volwassen. Kinderfeestje kan beginnen. Op een dikkie-dikkie-boel. Maar ja, daar waren dus ook die walen. En daar waren dus een heleboel soort, ja, hoe zal je dat om een mooie manier zeggen. Daar waren de meisjes zich een beetje aan het uitleven, zal ik maar zeggen. Want er was ook een paal en een verhoogje. En er waren jongens. Ja. Maar dat was dus dan ook een waal. Maar dat was dus een meisje. En die kwam op iedere jongens van ons kazoekamp kwam die af. En ja, bij mij is die ook ineens geweest. Ineens voel ik zoiets op mijn schouders tikken. Ik kijk zo van, jij bent een waal. Ik spreek niet met u. Maar wat die waal dan doet. En mijn eerste reactie was onmiddellijk. Oké, stap opzij. Persoon tussen schuiven. Oké, en we zijn vrij. En zijn we los van de waal. Een goede vriend die ik daar heb leren kennen. Jonas. Dit is Jonas. En ik, wij deden iets speciaals. Normaal krijg je dus altijd sjaaltjes. Die je zo rond je nek doet of rond je pols of zo als je met kazoo op vakantie gaat. Maar wij deden die rond ons voorhoofd. Ja, wij voelden ons toch wel even de hele ultieme hipster. Als ik dat nu terugzie, dan zag dat er maar raar uit. Maar ja, once you become a hipster, you are really hipster, hè? That's how life is. Oké, mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Het was weer iets anders. Ik was al de helft van deze vakantie vergeten. Dus ik moest goed nadenken. Maar gelukkig is er nog iets goed van gekomen. Dus ja, het was een super tof vakantie. Ja, dan zie ik jullie terug in mijn volgende video.